President Bouterse, inflatie daalt en economie groeit. President Desiree Delano Bouterse heeft in de Nationale Assemblée aangehaald dat de inflatie een neergaande trend vertoont. In november 2018 was het inflatiecijfer over de afgelopen 12 maanden 5,5% en dit is gunstig ten opzichte van een jaar geleden. Het inflatiecijfer was toen 9,2%. In vergelijking met november 2016 was het inflatiecijfer 57%. Het jaargemiddelde van de inflatie in 2018 zal naar schatting op 7% uitkomen, tegenover 22% in 2017. Het staatshoofd ging verder in op vragen die onder meer gesteld zijn over het financieel beleid. Uit de cijfers van het Algemeen Bureau voor de Statistiek die in oktober 2018 zijn uitgegeven, is gebleken dat in 2017 er een keerpunt kwam ten opzichte van de negatieve economische groei in 2015 en 2016, aldus president Bouterse. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.